Na afloop van de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitse bezetting eindigde, werd de parlementaire democratie in Nederland weer hersteld. Nederland werd weer een democratie en Nederland werd weer een rechtsstaat. En nu gaan we eens kijken in deze paragraaf wat er gebeurde in die jaren na de Tweede Wereldoorlog. In deze paragraaf staat de periode van 1945 tot 1965 centraal. En die periode die wordt natuurlijk gekenmerkt door die Tweede Wereldoorlog. Die heeft grote invloed. Die Duitse bezetting die was heel verschrikkelijk geweest voor Nederland, maar uiteindelijk had die wel gezorgd voor een gevoel van nationale eenheid. Voor verreweg het grootste deel van de Nederlanders waren de Duitse bezetters een gemeenschappelijke vijand geweest. En dat had er na de bevrijding voor gezorgd dat veel mensen dachten van hé, wordt het nu eens tijd om ook als één volk dan verder te gaan? Moeten wij niet die verzuiling gaan doorbreken? De doorbraakgedachte wordt dat genoemd. En daarom werd al in 1945 de Nederlandse Volksbeweging opgericht. Dat is niet per se een politieke partij, maar een veel bredere beweging die eigenlijk de Nederlanders ertoe wilde bewegen om de verzuiling los te laten. De maatschappij was vastgeroest, vonden zij, en we hadden in de jaren van de Duitse bezetting als Nederlanders laten zien dat we ook samen konden werken. Dus we moesten ons niet langer opsluiten in die zuilen. Nou ja, en vanuit die gedachte werd er een nieuwe politieke partij opgericht. De Partij van de Arbeid, de PvdA. Dat was een partij waarin leden zaten van de socialistische SDAP, de liberale VDB en de protestantse CDU. En mensen uit al die partijen die besloten samen te gaan in een nieuwe partij. Drie stromingen die lieten zien: hé, wij gaan samenwerken en wij gaan die verzuiling doorbreken. Die Partij van de Arbeid, ja, daar zit het woordje arbeid in en het was dus uiteindelijk wel een socialistische partij, maar dan wel een gematigde versie ervan. Ze waren voor de sociaaldemocratie. Ze hadden de arbeidersrevolutie, die hadden zij al lang afgezworen en ze wilden op een democratische manier betere kansen en rechten krijgen voor iedereen, meer gelijkheid in de samenleving. Nou ja, dat klinkt natuurlijk heel mooi. In eerste instantie was er ook echt de hoop dat die verzuiling doorbroken zou worden, dat Nederland verder zou kunnen gaan. Maar uiteindelijk lukt die doorbraak niet. Die doorbraak die mislukt. En er zijn een paar belangrijke redenen voor. En de eerste reden ligt bij de leiders van de confessionelen, met name de katholieken. De katholieke leiders, maar ook de protestantse leiders, die vonden dat socialisme helemaal niks. Die wantrouwden die Partij van de Arbeid. En daarom riepen zij op om toch vooral binnen de eigen zuil te blijven. In 1954 laten de katholieke bisschoppen in Nederland een zogenaamd mandement uitgaan, een document eigenlijk, waarin zij oproepen om vooral niet op de Partij van de Arbeid te stemmen en vooral niet naar de VARA, die socialistische omroep, te luisteren. Ook wordt er een nieuwe katholieke volkspartij opgericht om het katholieke deel van de bevolking opnieuw een stem in de Nederlandse politiek te geven. En de confessionele leiders, de katholieke leiders, riepen dan ook vooral op om te stemmen op die katholieke volkspartij. Nou, dat kostte die Partij van de Arbeid al heel veel stemmen. Daarnaast rommelde het ook binnen die Partij van de Arbeid. Want de linksliberalen, die uit die Vrijzinnig Democratische Bond, die VDB, waren gekomen, die vonden die PvdA uiteindelijk toch te socialistisch. Die was niet liberaal genoeg. En daarom richtten zij hun eigen nieuwe liberale partij op, de VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Ja, en dan komen de verhoudingen in Nederland dus eigenlijk weer vast te liggen. De verzuiling is niet verdwenen en de Nederlandse samenleving ziet er weer zo uit zoals hier voor de Tweede Wereldoorlog ook uitzag. Die zuilen zijn teruggekomen, zoals je hier rechts ziet. En in de politiek waren de verhoudingen eigenlijk ook vast. Je ziet op het kaartje links de verkiezingen in 1946, de uitslagen daarvan. En dan blijkt dus dat die KVP, de katholieken, dus heel veel macht hebben, zeker in het zuiden van Nederland. En die Partij van de Arbeid een groot deel van de kiezers naar zich toetrekt in het midden en het noorden van het land. En dat werden dan ook de grootste partijen. En die twee partijen, die KVP en die PvdA, die vormden vanaf 1946 een zogenaamde Rooms-Rode Coalitie of een Rooms-Rode Regering. Rooms-Rood, dat staat voor de KVP en voor de PvdA. Rooms slaat op Rooms-Katholiek, dat is dus die KVP, die katholieke partij. En rood slaat op de kleur van het socialisme en daarmee wordt dus de Partij van de Arbeid aangeduid. Hier op dit plaatje zien wij de verschillende kabinetten in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. En er staat meteen bij hoeveel dagen ze geregeerd hebben.
wat je ziet is dat geen enkel kabinet dus bijna de volledige periode volmaakt. Dat zien we veel vaker in de Nederlandse geschiedenis gebeuren. Maar wat vooral ook opvalt, is dat er iedere keer dus de KVP en de PvdA in ieder geval in zitten. Soms aangevuld met de VVD of de CAU, dus met de liberale of een protestantse partij. Maar in ieder geval altijd katholiek, rooms en socialist, rood. Een persoon wiens naam we voorbij zien komen, dat is de naam van Willem Drees. Hij was minister-president van 1948 tot 1958. En hij is eigenlijk de verpersoonlijking geworden van de zogenaamde verzorgingsstaat. Voor de Tweede Wereldoorlog had de staat, de regering, zich vooral bezig gehouden met veiligheid en orde. Het uitgangspunt was eigenlijk altijd geweest dat de overheid zich zo min mogelijk bemoeide met de maatschappij. Dat idee werd eigenlijk steeds meer losgelaten. Want het werd ja, meer en meer als slecht, als harteloos gezien als je werklozen of ouderen of andere zwakkere groepen aan hun lot overliet. Die moesten door de overheid beschermd worden. Zij moesten verzorgd worden. En daar komt dat woord verzorgingsstaat vandaan. De staat gaat de zwakkeren in de samenleving verzorgen. Of in ieder geval helpen bij de verzorging. En daarom werden er allerlei sociale wetten aangenomen. Hier heb je een overzicht van wat er allemaal zo wordt aangenomen in de periode waarover deze paragraaf gaat. Grofweg de 20 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Veel Nederlanders waren hier erg tevreden over. Veel Nederlanders waren sowieso erg tevreden over het functioneren van de democratie. En mede door de toegenomen welvaart na de Tweede Wereldoorlog, de periode van de wederopbouw, ja, zorgde dat ervoor dat de democratie in Nederland steeds sterker werd.